De manier van minderen die ik nu ga laten zien, die maakt van 3 steken 1 steek. En daar zijn diverse methoden voor, maar deze is in principe de meest recht toe recht aan manier. Hierbij ga je gewoon de 3 steken recht samen breien. Dat is lastig. Niet zozeer omdat het zo moeilijk is, maar je ziet het al, ik probeer mijn naald door die 3 steken heen te krijgen en dat is het lastige van het verhaal. Probeer het ook niet helemaal. Ik doe zeg maar mijn punt van mijn naald, die doe ik er doorheen en op deze manier breid ik ze samen. Dus nogmaals, je hebt hier 1, 2, 3 steken. Je moet door alle 3 steken heen. Ik zal het even zien. Je moet echt door de lussen heen van alle 3. Haal over en rij hem af. Nou, deze manier. Ik zal hem even op de Duitse manier doen. Maar op de Engelse manier heb je het voordeel van het doorhalen. Dat je de draad wat naar achteren kan trekken. Maar ik zal het toch even laten zien. Dus 1, 2, 3. Dus doorsteken door de 3 steken heen. Omhalen en dan moet je dus die steker doorheen trekken. Dus nogmaals. 2, 3. Er doorheen. Omhalen. En dan haal die steek er doorheen. Even het voorbeeld laten zien wat het resultaat daarvan is. Van deze mindering. Hier heb ik hem gemaakt. Dit is het effect daarvan. En dat was het 3 steek samenbreien.